uit Wisconsin waartoe zo'n Amerikaans drum- en buglekoor in staat is. Na zo'n gloedvolle show zijn de Beatrixleden vol goede moed. Nou, je hebt daar al ontzettend veel koers en ze liggen gewoon heel erg voor op ons. Dat is dus ook een van de dingen waarom we erheen gaan. Om veel te leren. En nou, als je daar 3,5 week bent, je ziet veel. En je krijgt altijd wel aanwijzingen van andere koers, denk ik. Dus we komen in ieder geval met veel geleerde dingen terug. In 79 zijn we in Amerika geweest. 74ste club in Canada geweest. We zijn diverse malen in Engeland te gast geweest. Noem maar op België, Frankrijk, overal ga je heen. Dus je ziet ook nog wat van de wereld. Ik zelf vind het belangrijkste dat je met een grote groep lekker op vakantie bent. Want echt vergelijken vind ik dat je dat toch niet kunt. Hun zitten 3 maanden, 16 uur per dag te oefenen. Wij kunnen dat niet. En ten eerste is het bij hun allemaal achter elkaar. Als je een week achter elkaar werkt, dan gaat het veel beter dan dat je om de week een keertje werkt. Nou, dat lukt bij ons niet. Dus het niveau, ja, dat topniveau, dat redden wij gewoon niet. Dus ik ga er eigenlijk mee naartoe om leuk vakantie te houden. En toch ook wel wat te laten zien natuurlijk. Maar niet met het idee van, oh, wij gaan daar even de show stelen helemaal. Probeer het natuurlijk wel. Ja, je komt er eigenlijk namens Nederland en een beetje Europa, zeg maar zelfs. Dus we proberen natuurlijk ons best te doen, maar echt hele hoge verwachtingen heb ik nog. Na een jaar intensief oefenen stapten 142 leden van Beatrix Drum en Bugle Corps eind juli op het vliegtuig naar Amerika. Na diverse voorwedstrijden en demonstraties in zowel Canada als de Verenigde Staten pikten wij hun op in Marion in de staat Ohio. Inmiddels hadden de bussen en de vrachtwagen al zo'n 2500 kilometer afgelegd en begon het leven op koffers al heel gewoon te worden. Alleen, het was zo vreselijk heet. En maak het liederlijk. Zorg dat het leeft. Dan krijgen we steeds zoveel commentaar dat het te vlak wordt, het nummer. Denk eraan. En wie dacht dat het vakantie zou zijn, kwam bedrogen uit. De resultaten waren goed, maar gerepeteerd moest er worden, want na elke wedstrijd waren de rapporten van de juryleden aanleiding om weer wat kleine verbeteringen aan te brengen. Scherper zijn. Jullie denken te langzaam. En als je het zwaar over de tijd, en duurt te langzaam blijven denken, dan moet jullie release te laat en schep je weer verwarring. Repeteren en nog eens repeteren en dan de bus in, want afstanden zijn in Amerika enorm. Soms moest vlak voor de plaats waar het optreden zou plaatsvinden op een parkeerplaats gestopt worden om toilet te maken. Al te kieskeurig op je wasgoed kon je niet zijn, want in een bus droogt het niet zo lekker. Telstra? Dat doet het maar. De saamhorigheid groeit als je zo'n anderhalve week dag in dag uit met elkaar optrekt. En ook het niveau van de optredens gaat in stijgende lijn.
Maar het is moeilijk opboksen tegen de Amerikaanse koers. Beatrix oefent in Nederland het hele jaar door op woensdagavond en op zaterdag. In Amerika wordt het hele weekend aan het koor besteed en zijn de leden van begin mei tot eind augustus, de datum van de finale, elke dag bij elkaar. Toch bleef de sfeer goed, ondanks de vermoeienissen en de door niemand van tevoren ingeschatte bloedhitte. Zo'n 40 graden Celsius was een normale temperatuur en de stof van de uniformen van Beatrix was eigenlijk niet voor zo'n hittegolf geschikt. Maar alles was weer vergeten als je het terrein van het stadion opreed en de klanken van een repeterend Amerikaans koor je tegemoet kwamen. Binnen de kortste keren werden de enorme parkeerterreinen van het stadion in beslag genomen door tientallen bussen en gigantische vrachtwagens. De machine van Beatrix wordt weer in gang gezet. De instrumenten worden voorzichtig uitgeladen en alles wordt weer glimmend gepoetst. Langzaam. En van de zandlaag. Dit is Peter. Gespannen gezichten bij het opmarcheren. Vlak voor de wedstrijd heeft iedereen plankenkoorts, ondanks het vele repeteren. Nog even een korte pep talk en dan er tegenaan. Wees gecontroleerd en wees emotioneel. De onmogelijke menging. Oké, dan staan en doe het. Yeah! Yeah. Go! Het Amerikaanse publiek was in grote getale opgekomen voor deze Nederlandse deelnemer aan hun internationale wedstrijd, de Drum Corps International Championships. En Amerika zou Amerika niet zijn als er geen grote trofeeën te winnen waren. Ook hier weer een enthousiast Amerikaans publiek voor het optreden van Beatrix. Slapen en uitrusten gebeurde niet in luxe hotels, maar in grote gymzalen van high schools die soms gratis ter beschikking werden gesteld. Zo halverwege de reis werd de balans opgemaakt door de meereizende arts Dr. Quirido, die als medisch begeleider van diverse voetbalclubs, zoals FC Utrecht, veel ervaring had opgedaan met mensen die topprestaties moeten leveren. Wat belangrijk is, is dus het medische gedeelte. Dat was in de begin nogal een beetje moeilijk in zoverre dat vooral meisjes heimweeklachten kregen, wat depressief waren. En hoe verder we kwamen met temperatuur van 40 graden, kwam ook de huid in opstand. In zoverre dat de overheating belangrijker was. Een vlekje hier en een lichte eerste verbranding daar. Kortom, dat was medisch allemaal wel te behandelen. Hoe verder we kwamen, hoe beter het eigenlijk ging. De organisatie is, zoals bij elke organisatie, vertoonde nog wel af en toe wat foutjes. Voor iedereen, en voor mij in het bijzonder, ik ben echt geen 18 jaar meer, was het zo dat we al die dagen op de grond in de slaapzak
sliepen. En dat was een onderkomen bij een school. Niet altijd zoals wij het gewend zijn in Holland, integendeel. Dikwijls was het een hele moeilijke aanpassing, maar ik heb wel respect voor de jongens. Jongens die trainen, jongens die hard werken en die een uitstekende conditie hebben. Daar heb ik toch wel een beetje respect voor gehad, want er zijn maar een paar procenten waarvan ik moet zeggen, die knappen zijn op het punt van afknappen. Wat de algemene conditie en concentratie betreft, heb ik alle respect voor de mensen die dat doen. Dat zijn stuk voor stuk technici, ieder op zijn eigen gebied. Deze mensen weten de jongens ook goed te beïnvloeden. Wat betreft houding, lopen, het samenspel. Er wordt veel kritiek op uitgeoefend. En de discipline, en dat is belangrijk, die vind ik heel goed. Als gevolg van deze deskundigen die die hele zaak aan elkaar zetten. Er wordt veel getraind, heel veel. En 's morgens en 's middags zijn steeds en steeds en steeds bezig. De voeding, dat is heel wat anders. Die was in het begin echt onder de maat. Ik heb toen voorgesteld wat meer eiwitten te gebruiken, vlees, kaas en ei. En dat is uitstekend gegaan. De kok is een wondermens, hij maakt alles goed klaar op de ogenblik. En het loopt allemaal goed. Ja. Nou, het gebeurde Amerika, 1988, Beatrix. Tot zover draait als een trein. Ik wil hier en daar wat strubbelingetjes, maar het gaat goed. Scoren verloopt redelijk naar wens, denk ik. En uiteraard, de korpsen die we hier zien, dat is natuurlijk schitterend, hè, wat hier gebeurt. Het is top of the bill, hè. Het is echt geweldig. Ik vind het net een soort circus. Als je dan al die wagens ziet en die busjes van de andere koers en die trucks. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat hier gewoon allemaal gebeurt. Want wij komen uit Nederland en dan is het toch allemaal veel minder. En hier is het allemaal veel perfectionistisch. En het is net heel onwerkelijk ook voor ons. Maar wel heel leuk om te zien. Zoals bijvoorbeeld de show van de Santa Clara Vanguard, die met hun interpretatie van Phantom of the Opera uiteindelijk als tweede zouden eindigen.